We zijn er, te Para-Oost, en wel op de hoek van de Warungsteeg, waar we spraken met mevrouw Madwi Nandlal, bewoonster in de Warungsteeg, maar ook gewezen RL-lid, die een aantal problemen hier aankaart. Ze geeft eraan dat het zaken zijn die geruime tijd spelen. Hiervoor is er door de bewoners vaker aandacht voor gevraagd, maar er gebeurt niets. Vandaar dat ze gekozen heeft om dit nu kenbaar te maken via de media. Meneer Ganesh, hier hebben we een probleem van duikers die kapot zijn. 10 jaar terug, tijdens DC Miranda, had hij dit probleem opgeheft door nieuwe duikers te plaatsen. En ja, het was aardig geluk, water ging voorbij. We hadden geen problemen hier met wateroverlast wanneer het regent. Maar als u goed bekijkt, dan ziet u dat die duikers kapot zijn gegaan. Door de dingen, zware gewicht misschien, dat door de weg heen gaat of zo, zijn de duikers kapot gegaan. Maar we hebben langer dan genoeg gevraagd om de duiker te verwisselen. We hebben de droge tijd gehad, meneer Ganesh. Tijdens de droge tijd konden die lioreringen, die goten, alles konden opgehaald worden. Nu zijn we aangekomen in een regentijd. Straks gaan we het wateroverlastprobleem hebben, wat wij niet wensen. Mensen huizen met water. Zelfs mijn moederhuis krijgt water wanneer er wateroverlast is. We vragen de regering hierbij hulp, toch? Laten ze ons helpen die duikers hier te vervangen. De trenzen op te halen, zodat het water gewoon normaal vrij kan gaan. Het is iets waarmee wij dagelijks te kampen hebben tijdens de regentijd. Toch? Verder heb je hier dat de weg smaller wordt. U ziet zelf dat de weg wordt smaller. De grader is verleden, vorige 2 weken, 3 weken terug was er een grader gekomen om de wegen te graderen. Maar de grader kon niet in deze weg komen. Ze kunnen niks doen, want de grader kan hier niet voorbij gaan. Zelfs voor de kleine auto's is het een probleem. Je moet echt goed opletten hoe je in de weg komt. We hebben ook een vraag aan SWM. U ziet dat er kleine waterleidingbuisjes daar voorbij zijn gegaan, een aantal. We hebben vele keren gevraagd of SWM hier iets grotere buizen kan plaatsen. Want dan heb je ook een probleem hier. De pijpen zijn langer, jaren hier vanaf D&D. En dan krijgen we de mensen achterin weinig water. Als er misschien grote buisjes geplaatst zou worden, dan kon een ieder via die buis dan water aansluiten thuis. En dan denk ik dat we meer water zouden kunnen krijgen. Maar nu krijgen we weinig water. Ik hoop dat SWM ook iets hier voor ons kan doen. Dat is ook eentje. We hebben hier zo een vuil. Er wordt vuil hier geplaatst. Honden komen, ze scheuren, alles het wordt hier niet, het hoeft niet meer in de gele zakken? Het moet in de gele zakken, ja. Dat is het. De gele zakken worden nog steeds. Maar honden komen. Worden die anderen dan ook weggebracht? Ja, het wordt weggebracht. Ze moeten het wegbrengen, want anders wat gaat er dan hier gebeuren? Maar hoe heb je dan zoveel vuil hier? Doordat honden de zakken scheuren, meneer Ganesh. Wanneer honden de zakken scheuren, dan blijft het ook zo. Het wordt niet opgeruimd. Vele keren deze problemen aangekaart, er komt er geen oplossing voor. Ik merk heel veel vuil in de trends. Ja, ik weet niet of ik het een trends moet noemen. Want het is helemaal gaan afkalven, het is bijna dicht. En we zien allemaal alle vuil daar, hier. Als de camera daar even gaat, dan ziet u duidelijk dat alle vuil daar is gaan zitten, waardoor het water moeilijk kan stromen. Dat klopt helemaal, meneer Ganesh. En dit alles kan ziekte veroorzaken, vooral in deze regentijd ook. Toch? Dus we vragen een gehoor hieraan. Ik wil hierbij gelijk wat meegeven. De gemeenschap praat over RR, DR. Zij werken niet en zo. Ik ben ook een gewezen RR-lid. Ik kan misschien vertellen hoe het is als je een RR bent. De RR, de bewoners brengen hun problemen aan naar de RR-leden. De RR brengen het verder naar de DR-leden. De DR op zijn beurt, die gaan het probleem brengen naar de DC en het bespreken met de DNA-leden. Goed, maar als het tot de DC aankomt, kan de RR en DR-leden niks meer doen. Dan ligt het dan bij de minister die de problemen verder moet oplossen samen met de DC.
De RR-leden kunnen niks doen dan alleen de problemen aanhoren en het verder brengen. De DR, same. Wij kunnen niks eraan doen. Dus de schuld dat wordt gegeven aan de RRDR-leden. Jullie moeten eerst weten wat de procedure is. Hoe de werking is van een RR en een DR. Als ik zelf geen RR was geweest, zou ik niet erover kunnen praten. Zou ik ook uitschelden. In de vorige tijd, toen ik geen RR was geweest, gingen de RR-leden ook zeggen van jullie werken niet. Jullie zitten alleen maar geld te ontvangen. Maar nee, dat is het niet. Er is een systeem om te werken. En zo moeten wij het doen. Wij kunnen niks eraan doen. Wij zitten ook niet daar bij de regering dat we zeggen, oké, dat kan maar niet. Begin go roken. We kunnen het niet doen. Jullie zitten niet in die uitvoering. Nee. Jullie moeten slechts problemen doorspelen. Doorspelen. Maar dat begrijpen de bewoners ook niet. Zij moeten ook even gaan weten, nou, en daar, vandaar ik het doorgeef. Jij moet nou ook gaan weten van dit is het systeem van de RR-leden en de DR-leden. Dit zijn de werkwijzen. Wij mogen niet als RR-leden gelijk naar de minister toespringen. Nee, er is een werkwijze. En zo werken de RR-leden daaraan toe. Dus ik hoop dat de bewoners duidelijk zijn over het systeemwerken van de RR en de DR-leden.